Jan Flap, ja, je verliest vandaag met 2-1 van Genemuiden in de slotfase. Eerst even iets anders. Ik zat tussen de coach. Je was nogal aanwezig. Nou ja, ik vind dat dit een derby is, dan mag je wat meer brengen. En dat horen wij, zijn ook onderdeel van het team. Dus op een nette manier, maar wel aangeven wat de bedoeling is. En nou, dat hebben we geprobeerd. Alleen helaas niet met het gewenste resultaat. Nee, precies. Maar met aanwezig bedoelde ik eigenlijk ook jezelf aanwezig ten opzichte van onder andere de scheidsrechter. Nou, ik weet niet hoe je dat precies bedoelt. Ik vind, als een gegeven moment een scheidsrechter eerst een hensbal, bal is in het spel, wordt er met de handen vastgenomen. Dat is een gele kaart. En daarna maakt Rotman nog een overtreding, wat in principe geel is. En wij maken één eerste overtreding, echt de eerste van de hele helft. En dan krijgt Ewald gelijk geel. Ja, dat vind ik gewoon vervelend. En daar maak ik wat van zeggen. Dat is mijn taak ook. Ja, ik zeg ook niet dat die mag, maar ik vond alleen dat je aanwezig was. Ja, nou, klaar, dat ben ik altijd. En, het is nu afgelopen, is alles weer goed. Maar op dat moment, zolang je invloed hebt op een wedstrijd, moet je dat doen. Ben je ook alweer vrienden met Jan Verhaalten? Oh ja, maar daar is niks mis mee. Ja, maar dat hoort er even bij. Dat is ook zoiets. Ik bedoel, er gebeuren wat dingen. En daarna ga je elkaar een hand geven en dan ga je weer verder. Ik bedoel, kom op even. Alleen op dat moment, hij komt van zijn groep op en ik van mijn groep. Nou, dan moet je elkaar even de waarheid zeggen en klaar. Maar dat is helemaal niet erg, jongens. Dat hoort er helemaal bij. Nee, als nou de wedstrijd maar weer goed is. En dat is het, zeg je. Kijken we even naar de wedstrijd. Die was vrij fel. Soms ook wel hard. Vind je dat scheidsrechter dan te hard laten spelen? Ik vond het een hele nette derby, om eerlijk te wezen. Tuurlijk gebeurt er wel eens een keer wat, maar... Ik vond het niet heel hard. Echt niet. Genemuiden speelde netjes, wij speelden netjes. Natuurlijk komen er wel eens bepaalde situaties dat er een overtreding wordt gemaakt. Maar ja, dat is inherent aan voetbal. Dus nee, ik had absoluut niet het idee dat hier de ploeg om elkaar naar het leven stond. We hebben allebei een fantastische pot van proberen te maken. Ja, met Genemuiden als overwinnaar helaas. En het begon zo goed, hè? Jullie kwamen met 1-0 voor. Nou, we hebben de hele wedstrijd goed gespeeld. Alleen 1-0 voor, krijgt Mark die bal... Binnenkant links legt hij me perfect neer, alleen helaas op een paal. Ja, en dan maakt onze keeper helaas een fout en dan is het 1-1. En dan sta je even te kijken van potverdorie, wat gebeurt je hier? Nou, dan waren we even minder. Hè, toen waren we even kluts kwijt en daarna pakken we het op. En toen was er ook niks aan de hand. En de tweede helft spelen we, in het begin moet ik even zeggen, waren we niet bij de les. En daarna nemen we het heffen in over en dan krijgen we een bal op kopbal van Ewald op een lat. Bal van wat was erop, dacht ik nog een keer op een lat uit de scrimmage. Ja, dan moet je de goal maken. Ja, en dan 2-3 minuten blessuretijd maakt Lars een 100% overtreding dat een penalty is. En dat, ja, dan maak je cadeautjes, moet je uitpakken, zeggen ze wel eens. Nou, dat deed ik al vaak. Dus, en dan hebben wij verdiend verloren, want Genemuiden schopte 2 en wij 1. En dan moet je je mond dicht houden als trainer. Dan kan je wel zeggen, je speelt goed. Ik heb de jongens alleen een compliment gegeven dat ze fantastisch hebben gedaan. En alleen iedereen heeft de PN en ik uiteraard ook. Maar je moet verder kijken dan alleen een resultaat. Je hebt gewoon een rot gevoel, bedoel je? Ik heb een goed gevoel over. Je ziet wat de jongens hebben gebracht en hoe we het willen hebben. En wat we er tegenover Genemuiden hebben gesteld. En ja, natuurlijk heb ik een roze bril op, maar ik ben altijd wel redelijk objectief. We waren gewoon de betere ploeg. En we hadden vandaag hier moeten winnen, maar dat hebben we nagelaten. Nou, dan moet je jezelf, alleen jezelf de schuld geven. Want je doet het alleen zelf en niet Genemuiden. En die hebben er dankbaar profijt van gemaakt. Nou, dan hebben ze nogmaals verdiend gewonnen. Tot slot, wel jammer, want je stond er eigenlijk goed voor om met de aansluiting met de kop. Ja, die ben je nu een beetje kwijt. Ja, ik denk dat ASV en Dover er nu, die gaan het uitmaken, kampioenschap. Ja, en wij moeten op het bekende vinkentouw, heet dat als ze mooi zitten. En dan of stiekem meedoen voor een vervangende periode, want dit was de eerste wedstrijd voor de derde periode. Dus ja, we moeten maar kijken. We doen leuk mee, we hebben vandaag ons stinkende best gedaan. We hebben hier geprobeerd maximaal resultaat weg te halen, wat niet is gelukt. Nou ja, dan gaan we... Maanden weer oplappen alles. Dan gaan we woensdag voor de beker tegen Hoge Zand. Donderdag trainen en dan gaan we zaterdag tegen Dronten. En dan moeten we zorgen dat we dit klote gevoel, noem je dat zo mooi. Dan moeten we zien weg te spoelen en dan gaan we tegen Dronten ons stinkende best weer voor doen. Ik kan je niet meer dan alleen maar succes wensen en we blijven je volgen. Helemaal goed, dankjewel.